Vandaag een antwoord op de vraag van Gerda. Gerda is net terug van een weekje naar het zonnige Spanje. Een weekje vakantie samen met haar man. Gerda werkt namelijk in het onderwijs en had de afgelopen 2 weken had ze vakantie en dat heeft ze benut. Ze is naar een all-inclusive geweest in Spanje en heeft enorm genoten. En ze was enorm trots ook toen ze terugkwam van vakantie. Want het koolhydraatarme dieet, welke ze aan het volgen was voorafgaand aan haar vakantie, heeft ze super vol weten te houden gedurende haar vakantie. En daar was ze hartstikke trots op. Het enige wat ze anders heeft gedaan dan thuis op vakantie was 's avonds één enkel droog wit wijntje nemen samen met haar man op het balkonnetje van haar appartement met uitzicht over de zee. Daarvan heeft ze genoten. En ze was zo trots, maar ook zo benieuwd naar haar gewicht bij thuiskomst, dat ze gisterochtend meteen op de weegschaal is gaan staan. Gerda had namelijk verwacht dat ze ietsjes minder dan anders, want ze beseft dat dat wijntje een bron van koolhydraten is, want wijn is gemaakt van druif. Maar ze houdt ook haar calorie-inname houdt ze bij. En dat wijntje heeft ze in plaats van wat ze normaal gesproken 's avonds thuis eet, heeft ze genomen. Haar calorie-inname was, ze heeft dus haar voeding koolhydraatarm net als thuis aangehouden. En haar calorie-inname was ondanks het nemen van dit wijntje wat ze thuis niet doet, maar omdat het in plaats kwam van de avondsnack welke ze thuis wel eet, was haar calorie-inname niet hoger dan thuis. Dus op basis van eenzelfde calorie-inname, het houden aan haar koolhydraatarme dieet en het besef dat een wijntje wel wat suiker uit druiven bevat, had Gerda verwacht dat ze ietsjes minder dan anders, maar wel ietsjes was afgevallen. Potverdorie. En daarom mailde ze me ook. Gerda is aangekomen. Terwijl ze thuis voorafgaand aan haar vakantie met eenzelfde koolhydraatarm eetpatroon, een vergelijkbare hoeveelheid calorieën per dag, en dan ja, wel zonder dat wijntje, afviel. Dus ze vindt aankomen wel heel extreem. Dus de vraag van Gerda: hoe kun je in vredesnaam met één enkel droog wit wijntje en niet eens een hogere calorie-inname en je voeding die helemaal klopt in die zin? Dat het koolhydraatarm is. Dat wil niet zeggen dat het klopt, maar hè, dat je die dieet hebt aangehouden. Hoe kan je dan toch aankomen? Nou, Gerda. Gewichtstoename is het gevolg van een hogere calorie-inname dan hetgeen er in je lichaam aan calorieën wordt verbruikt. Gewichtsafname is het gevolg van een lagere calorie-inname dan hetgeen je lichaam aan calorieën verbruikt. Voorafgaand aan je vakantie viel jij af met je koolhydraatarme eetpatroon met een vergelijkbare hoeveelheid calorieën als jij op vakantie hebt geconsumeerd. Dat betekent dat voorafgaand aan je vakantie jouw calorie-inname lager lag dan het calorieverbruik voorafgaand aan je vakantie. Na je vakantie was je aangekomen. Er heeft dus gewichtstoename plaatsgevonden na je vakantie. Jouw calorie-inname heb je bijgehouden in je app. Was vergelijkbaar op vakantie. Je hebt de koolhydraten gegeten. Met uitzondering van het wijntje waar wel wat koolhydraten in zitten. Dat was niet eten, maar dat heb je gedronken. Je hebt er niet op gekauwd. Dat was een vergelijkbare hoeveelheid calorieën wat jij innam. Dus de gewichtstoename wat het gevolg is van een lager calorieverbruik dan hetgeen jij inneemt. Het calorieverbruik op vakantie moet lager zijn geweest dan hetgeen je lichaam voorafgaand aan je vakantie aan calorieën verbruikte. Kunnen wij dat verklaren? Wanneer daalt het calorieverbruik in jouw lijf? Wanneer is het calorieverbruik in jouw lijf laag? Het verbruik van calorieën, het verbruik van brandstof, het verbruik van energie vindt plaats in jouw weefsels, in jouw cellen. Het verbruik van calorieën is een stofwisselingsproces. Daar heb je stofwisselingsenzymen voor nodig. Stofwisselingsenzymen kunnen enkel goed functioneren bij een licht basische zuurtegraad. Dat betekent dat wanneer de zuurtegraad in jouw weefsels niet lichtbasis is, niet optimaal is, optimaal is lichtbasis,
dat dan de enzymwerking in jouw lijf zal verslechteren, het calorieverbruik in jouw lijf zal verslechteren. Een laag calorieverbruik in jouw lijf is dus onder andere het gevolg van een te hoge zuurtegraad in je lijf. Wat is het verschil met hetgeen je op vakantie hebt gedaan ten opzichte van hetgeen je thuis doet? Niet je calorieinname, maar wel de consumptie van dat ene droge witte wijntje, wat niet eens meer calorieën bevatte, omdat het in plaats van de avondsnack kwam dan hetgeen je thuis eet. Een wijntje bevat naast de suiker uit druiven ook alcohol. Wanneer jij alcohol in jouw systeem krijgt, dan krijgt de lever in jouw lijf een taak. En is de lever een paar uur zoet met ontgifting. Deze ontgifting maakt dat de lever even niet ergens anders mee bezig kan zijn. En de lever, normaal gesproken en vooral wanneer je een koolhydraatarm dieet aanhoudt, speelt een hele grote taak in de regulatie van de balans in je lijf, van de stofwisseling in je lijf. Aan de bloedsuikerspiegelregulatie, bloeddrukregulatie, vochtgehalte in je bloedbaan, zuurtegraad, zuurstofgehalte in je bloedbaan. Daar speelt de lever een hele belangrijke rol in. Die kan die dan even niet uitvoeren. Met als gevolg, ten tijde van de alcoholontgifting, dus dat was op vakantie, elke avond een paar uur, wat thuis dus niet plaatsvond, heerste er stress in jouw lijf. Want er was disbalans in je lijf, er was een toxische stof in je lijf en er worden stresshormonen geproduceerd. Ten tijde van die ontgifting, onder invloed van die stresshormonen, kan de stofwisseling niet goed verlopen, niet goed gereguleerd worden. En wordt jouw lijf, worden jouw weefsels flink heftig uitgeput van vocht en voedingsstoffen. Vooral wateroplosbare voedingsstoffen zoals basische mineralen. Dat betekent dat als gevolg van de consumptie van alcohol, jij daarna met een uitgeput lijf zit, en dat wil zeggen een lijf met een te hoge zuurtegraad in de weefsels. Wat dus elke dag jouw stofwisseling deed verslechteren, de enzymwerking in jouw cellen deed verslechteren, en het calorieverbruik in jouw lijf deed dalen, lager deed maken dan thuis, waar die uitputting niet plaatsvond. Want thuis had je dat wijntje niet, had jij een koolhydraatarme avondsnack. Met vaak wat rauwkost erbij. En dan had jij juist meer en betere invloed op de vochtbalans in het lijf. Dus als antwoord op je vraag. Gerda, hoe kan het toch en hoe extreem is het toch dat wanneer ik mijn voeding perfect aanhoud, in de zin van koolhydraatarm, wil dus niet zeggen perfect, en een vergelijkbare calorieinname heb en dan enkel een droog wit wijntje elke avond drink, dat tot gewichtstoename leidt, terwijl met dezelfde soort voeding ik normaal gesproken afval. Heeft dus te maken met het effect van alcohol in je lijf, het uitschakelen van de functies van de lever die normaal gesproken moet verrichten, in het ondersteunen van de balans in het lijf, de paniek die dan heerst in je lijf en de uitputting van je lijf van vocht en onder andere basische mineralen, welke de zuurtegraad in jouw lijf lichtbasis helpen maken en dus het niet meer optimaal zijn van de zuurtegraad in je lijf na de consumptie van alcohol elke avond, dus op vakantie. En wat de stofwisseling in je lijf sterk beïnvloedt, het calorieverbruik in jouw lijf na de consumptie van alcohol sterk beïnvloedt. Dat is dus de verklaring voor het zijn gestegen van je gewicht na de vakantie, terwijl je voor jouw gevoel niet eens zo heel veel anders of slecht hebt gedaan. Daar ligt dus die uitputting aan ten grondslag. En wat gebeurt er ook in een lijf die uitgeput is geraakt van vocht en voedingsstoffen en daardoor te hoge zuurtegraad in de weefsels heeft? Het vasthouden van vocht. En dat is dus ook een reden om gewichtstoename op je weegschaal te kunnen waarnemen.